Zie daar dat volhuisje. Sinds dat we elektrisch rijden, zit er effectief een nestje in. We hebben hier roodborstjes en koolmeesjes en zo. Het hebben heel lang koolmeesjes rondgevlogen, maar hetgeen dat er nu in zit, zijn musjes. Recording. Ja, ik ga naar kantoor. En op zich, rijden in de regen vind ik niet zo erg, hè. Maar echt vertrekken in de regen, dat vind ik dan wel, dat is eigenlijk raar, hè. Dat doe ik dan wel niet graag. Ah ja, dus volledig opgeladen? Ja. Ik ga proberen. Wacht, twee dingen. Eerst en vooral, ik heb 1000 abonnees op mijn kanaal. Op dit kanaal. Het is feestje. Het is mijn tweede, dus mijn fotografiekanaal was eerst met 1000 geabonneerden. Dit is nu mijn Nederlandstalig kanaal ook. Net de eerste, gisteren. 1000 abonnees gehaald. En ik heb nog een Engelstalig kanaal, over, echt puur over elektrische motorfietsen. En die zitten rond, die zijn juist over de 800 gegaan daar, dus mijn tucht te druppelen. Pak volgende maand zal het ook wel van dat zijn. Dus voor iedereen die geabonneerd is, dankjewel. Ik ga vandaag naar kantoor zoals ik zei. Maar ik ga dus vandaag proberen, ik ben al een paar keer daartoe gekomen dat ik zo 40% over had. Maar dan rijd ik gewoon 120 km per uur. Dan rijd ik aan de gewone, aan de legale snelheden. Maar ik ga vandaag eens proberen om, ik heb geen laadkabel mee, om heen en terug te gaan op één lading. Ja, ik ga zo meteen de snelweg op. Maar eigenlijk is het makkelijk, hè. Als ik daartoe kom, mag ik niet onder de 50% gegaan zijn. Die voor mij, die is mij voorbij gestoken. Is voor mij komen rijden en is dan beginnen remmen. Ja, we zijn alweer op weg naar huis. We hebben nog altijd 44%, dus het is wel, allee, het cijfer is wel, blijft wel mooi stabiel. Het is een pak warmer al, veel droger. Maar ik heb dus eigenlijk 6%, nee, wat zeg ik, 12%. Ik heb 12% acuut tekort om thuis te geraken. Maar ik heb wel een oplossing, ik ga gewoon binnen door. En dan kom ik wel een paar laders tegen. Ik moet gewoon zien dat ik een lader gevonden heb. Ten laatste in Halle. Het vervelendste eigenlijk aan in de nattigheid naar het werk rijden is dat dat nat is, maar vooral ook dat mijn kledij daar niet echt kan drogen. Dus als ik dan naar huis rijd, is mijn kledij nog altijd nat. Weet je dat ik over mijn schoen bezig was, dat die naad loskwam. Die schoen is nu dus ook volledig lekker. Er staat in elk geval niemand te laden, maar ja, als hij nog stuk is. Is dat natuurlijk waarom, hè? Lijkt me toch oké. Het ding is dan die vaak als defect staan, omdat buiten de openingsuren komt die melding daarop. Moet ik dat selecteren? Nee, zeker. Ja, dit paar. Dat is vertrokken volgens mij. En lekker zonnig hier, ideaal. Ja, stom hè. Dus dien. Gewoon hier komt volgens mij al het water in. Hè. Ik ga een nieuwe gaan halen, denk ik. Wel, 6 jaar, 200.000 kilometer. Kan moeilijk klagen, hè. Eén keer hersteld geweest. Voor deze rit. Vorig jaar eigenlijk. Ik had toen beter een nieuwe gekocht. Ja, mijn zadel. Ik heb dus een offerte gevraagd. Via drie verschillende wegen. Nog niks reactie gehad. Ik denk dat ze het niet willen doen ofzo. Het is met foto's hè, dat ze zouden zien. Maar ja, ze doen motorfietsen. Dus als er iemand een bedrijf kent die dat doet, motorfiets, zadels,
Want dit, ja, dat gaat gewoon, rotten, hè, van binnen. Even inchecken op de lader ook. Ah, je filtert de kapotte lader zeker. Oh, 24-7, maar dat is oké. Okay. Checken. Ja. De CC's. 10 minuten. Met Energica. Oké. Okay. Ja, ik heb nu echt letterlijk een half uur gereden. Meer dan een half uur. Maar de temperatuur is niks veranderd. Ook zo binnen door en al. Bleef op 33, 34.